Want Stichting Lobby Health Center werkt aan uitbreidingen van het gebouw en personeelsbestand. En dit is dus onderdeel van rebranding en een rebrandingprogramma. De naam is ook gewijzigd. We kennen Stichting Lobby gewoon als Stichting Lobby. Maar Stichting Lobby heet nu Stichting Lobby Health Center. En Tosh van Dijk heeft gesproken met de directeur daar, Nancy Bandu. In de afgelopen periode zijn we dus zodanig gegroeid. En onze ervaringen hebben ons geleerd dat er eigenlijk bij een bepaalde groep in die samenleving, bij verschillende groepen in die samenleving die wij bedienen als Stichting Lobby, dat er een bepaalde beeldvorming is. Als ik bijvoorbeeld kijk naar jongeren, dus we hebben dus uitgewezen dat jongeren zoiets hebben van ja, maar ik ga niet graag naar Stichting Lobby, want if we was Stichting Lobby, dan moeten we van ik heb HIV/AIDS of ik ben HIV besmet. Dus er is een soort stigma bij de jongeren. En de praktijk heeft ook uitgewezen dat als je met mensen praat in de samenleving, of het nou nationaal is, regionaal of internationaal, merk je dat mensen eigenlijk niet zoveel van ons afweten. Ook al heeft men de naam gehoord, heeft men gehoord van de organisatie, maar men weet niet precies wat we allemaal doen. Dus het was dus hoog tijd om eigenlijk niet alleen de naam te gaan veranderen, maar ook meer naar buiten te treden met een stukje marketing en rebranding om aan die samenleving aan te geven hoe we gegroeid zijn en wat we eigenlijk allemaal doen. We zijn gestart als een family planning organisatie, een simpele family planning organisatie. En anno 2018 zijn we uitgegroeid tot wat ik zelf noem een uitgebreide public health organisatie. En dat moeten we dus kenbaar maken in de samenleving. Dat hebben we gedaan met een nieuw logo, want daar blijkt dan ook uit dat het iets nieuws is, maar ook de naam. We wilden Stichting Lobby niet kwijt, want ik bedoel, je hebt er 50 jaar voor gewerkt. De samenleving kent Stichting Lobby, maar het moet ook duidelijk zijn dat er niet alleen die Stichting Lobby van vroeger meer is, maar dat er iets meer bij is gekomen. Vandaar dus dat ook de naam is veranderd in Stichting Lobby Health Center. Ik noemde al dat we bezig zijn met een rebrandingsproces. Dat betekent dat de nieuwe diensten die we hebben, dat die eigenlijk ook bekendgemaakt moeten worden aan de samenleving. Als je kijkt naar de nieuwe website, hebben we die dus zodanig georganiseerd dat we niet een hele waslijst van diensten hebben bij de Maya Verdwaalf, doen we zo'n aan. Toch? We hebben het gecategoriseerd. Hè. Waar Stichting Lobby Health Center nou ook bekend om staat, is dus kankerpreventie. We zijn al meer dan 30 jaar bezig met baarmoederhalskanker. En dat is één van de weinige kankersoorten waarvan we weten dat het voorkomen kan worden. Over het algemeen denkt men van, als men, en vooral in Suriname, het woord kanker is taboe, men neemt het bijna niet eens in de mond. Maar even de maaierenkanker, dan denken ze van, toch? Maar bij baarmoederhalskanker weten we, dat heeft onderzoek uitgewezen, en dat is wetenschappelijk onderzoek, de Wereldgezondheidsorganisatie geeft dat ook aan, dat als je het vroeg ontdekt, en dat kan je doen met een simpele screening van de baarmoederhals, of van de baarmoedermond, dan weten we dus ook van dat als je dus afwijkingen vindt en het wordt behandeld, dat je dus kans maakt 100% genezen. Iets wat bij kanker niet altijd het geval is, maar bij baarmoederhalskanker zeker wel. Maar wat is het nou eigenlijk van, als je weet dat je het kunt voorkomen, waarom komen die vrouwen niet, toch? En dat onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen, één, een heleboel misconcepties. Zowel vrouwen als mannen die denken van, hé, baarmoederhalskanker screening, dat is alleen voor vrouwen die uitlopen voor een partner of die meerdere partners hebben. Dus we moeten de mensen ook gaan zitten uitleggen van luister, nee, Asan, ik wil zo. Want elke vrouw die seksueel actief is, of het nou één partner is, toch, die loopt risico. Want het is een geslacht, het is een virus dat wordt voor 70% wordt overgedragen door gemeenschap. Dus het moment dat die vrouw seksueel actief is, en minimaal 3 jaar seksueel actief is, moet ze weten dat ze dus moet beginnen met baarmoederhalskanker screening. En die man moet niet het idee hebben van Mino Sina Frogo, want ik niet Sina Frogo, dat hij maar wat van ze loopt uit, weet je? En dat zei dus de directeur van Stichting Lobby Health Center, Nancy Bandu. Medicus Kenneth Slijngaard zegt dat de Family Planning Counseling veel omvat. Er wordt niet alleen over anticonceptie gesproken, maar er wordt ook gescreend als er binnen een relatie sprake is van geweld of andere problemen. Slijngaard zegt dat er nog steeds gewerkt wordt aan bewustwording van jongeren. Hiervoor zijn de ouders ook nodig en de kinderen die hebben volgens hem de juiste begeleiding echt wel nodig. Family Planning Counseling is zoveel omvattend. We houden ons niet alleen bezig met anticonceptiemiddelen, maar zoveel meer. We screenen ook op huiselijk geweld, partnergeweld. Dat valt ook onder family planning.
En soms zijn de vrouwen zich niet eens ervan bewust dat dat niet een gezonde relatie is. Je hebt, je rijst is te hard gekookt of te zacht. Je partner is boos en hij slaat je. En je neemt dan de schuld op jezelf van, ik heb niet lekker gekookt, daarom slaat hij me. Dan ga je vertellen van, dit is niet echt de normale situatie. Je moet meer communiceren. En je praat ook met die partner als hij er is, om te zeggen van, kijk, maar waarom praat je niet over zo'n situatie, hoe je het wil hebben, je rijst. En het lost conflicten op. We leren partners ook met elkaar communiceren binnen family planning. We zijn bezig met jongeren op scholen. En we hebben binnen ons programma van Comprehensive Sexuality Education hebben we een module ontwikkeld. En dat heeft te maken met seksuele weerbaarheid. Zodat onze jongeren leren om grenzen te leggen wat betreft seksualiteit. Vaak denken ouders dat seksualiteit en ontwikkeling pas begint tijdens de puberteit, wanneer ze 12 of 16 jaar zijn en belangstelling krijgen voor het andere geslacht. Maar seksualiteit begint niet op dat moment. Eigenlijk vanaf na de geboorte begint seksualiteit. We praten dan met ouders en we zeggen ze van, jij als ouder hebt het in de hand om jouw kind te begeleiden om tot een volwaardige volwassene in de maatschappij te worden. En binnen de begeleiding hoort het ook om te praten over seksualiteit. En niet alleen seks. Seks is een onderdeel van seksualiteit. Maar het heeft ook te maken met seksuele weerbaarheid. Waar leg je jouw grens? Jij als jongere, er moet sprake zijn van de leeftijd moet een beetje bij elkaar liggen. Jij als 16-jarige zou je een relatie aangaan met een 50-jarige. Dat bedoelen we met de grens leggen. Je kleding, is er sprake van aanstootsgevende kleding? Jij als ouder hebt dat ook in de hand. Dat je let op jouw kinderen, hoe ze zich kleden. En dat je ze aangeeft van, kijk, je kleed je naar de situatie en de omstandigheden. En je kan bepaalde situaties vermijden. Ga je gewoon stappen in een auto met een vreemde, alleen omdat hij zegt, kom, ik ga je een lift geven. En je weet niet waar hij naartoe rijdt. Dus je begint te anticiperen op situaties. En we draaien sessies voor ouders. We zijn ook bezig op scholen. We draaien sessies voor jongeren. Zodat ze leren wat seksualiteit allemaal is. Hoe ze zich seksueel weerbaar kunnen opstellen. En ook sessies voor ouders. Dat ze kunnen accepteren dat hun zoon of dochter ook een eigen seksueel leven heeft. En dat ze daarin gewoon de begeleiding geven. We gaan op alle scholen, zelfs op de lagere school, de basisschool, kunnen we informatie geven. Maar het is dan gericht op de leeftijd van de studenten. Als we op een middelbare school zijn, dan gaan we ook weer anders om met die studenten. Ze zijn in een andere leeftijdsfase, ze hebben andere belangstelling. En dus onze woordkeus, onze voorbeelden zijn herkenbaar voor hun. Dus eigenlijk op elk niveau kan je seksuele educatie geven. En daar richten wij ons op. En onze manier, vroeger was het van, we komen in een klas en we vertellen. Nu geven we op een heel interactieve manier deze module, deze informatie, waarbij de studenten zelf moeten aangeven van, past dit en past dit niet? Hoe zou je hier tegen wapenen? Wat zou je doen in zo'n situatie? En wanneer ze er zelf tot het antwoord komen, dan blijft het meer hangen dan wanneer wij jou zeggen van, je moet een condoom gebruiken, of laat je niet in met drugs, zet geen naaktfoto's van jezelf op Facebook. Maar zij moeten zelf kunnen nadenken, wat zijn de consequenties van dit gedrag?